Hoi, we gaan vandaag iets anders doen. Deze keer is geen muziekstuk van een of andere gitaarheld van me, maar een unboxing. Heb ik nog nooit eerder gedaan. Vandaag leek me wel de moeite waard om dat een keer te doen. Ik was op vakantie van de zomer, had ik mijn gitaar mee, had ik een versterkertje mee, had ik spullen mee, kabels, etc. en heel gedoe. En ik dacht, dat moet anders. Dus, wat hebben we gekocht? Een Amphave Blackbox. Een oplaadbaar multi-effects pedaal voor mijn gitaar. Er zit alles in, effecten, versterkers, noem allemaal maar op. Dus, die ga ik eens even laten zien. Yeah. Nou, daar komt hij. Een manual. USB. Kabeltje. En... jawel. Een volledige multi-effects pedaal. Oplaadbaar. Dus er hoeft geen snoer in. Nou, moet je kijken. Dit is het hoesje van mijn telefoon. Zo klein is die. Dus dat moet geweldig zijn. Maar ja, je zou wel denken. Twee buttons. Dat is niet veel, hè? Daar hebben we wat op. Want dan hebben we de Amphave Chocolate. Nou. Gaan we openmaken. Wat zit erin? Hier een USB-kabel. Daar hebben we niet genoeg van. Oh, de manual die valt eruit. En moet je eens even kijken. Een 4-button switch. Oplaadbaar. Draadloos. En moet je kijken hoe klein. Pas gewoon in je binnenzak van je colbert. Dus. Deze kan vervolgens op je bureau of tafel blijven liggen. Dan kun je lekker prutsen. Deze ligt bij je voeten. Dan kun je lekker schakelen. En je kan er eventueel nog een ander pedaal op aansluiten, als je dat zou willen. Maar hoe zit het dan? Hoe sluit je gitaar dan aan? Weer met kabels, et cetera? Nee, want daarvoor hebben we de Amphave draadloze, de Airbridge. Let op. Weer een manual. En weer een USB-kabel, je kan er niet genoeg hebben. En dan, kijk eens wat mooi, een oplaadbaar doosje, want wat zit daarin? Een draadloos systeem. Deze gaat in de versterker, of tenminste, deze gaat in de multi-effects unit. Hoppakee, ja, volledig oplaadbaar dus. En deze, die gaat in de gitaar, dus... En dan moet je kijken hoe klein het allemaal is. Nou, ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat werken en gaat klinken. Vast heel erg goed. Maar wat een vinding is dit. Nou, ik ga lol maken. Ik ga de boel aansluiten en lekker prutsen. Fijne dag, hè. Hoi.